Hij gaat toch in heel Nederland meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen, de veelgeprezen politicus Pieter ontzicht. De kandidatenlijst van zijn politieke partij NSC is gepresenteerd en er staan 44 mensen op, genoeg om in alle kieskringen mee te doen. Het nieuws werd gisteravond in op 1 besproken door Thomas van Groningen. Presentatrice Margje Fixe vraagt op een gegeven moment ook Marieke de Vries, NOS-correspondent in de Verenigde Staten, naar haar mening zou zo'n partij het redden in de Verenigde Staten? Marieke: Nou, wij hebben natuurlijk ook een nogal bijzonder persoon die nu de grote voorman is van een van de traditionele partijen, maar daar kwamen natuurlijk ook mensen op af en hebben op hem gestemd toen Trump natuurlijk de partij overnam met zijn eigen ideeën en eigen angsten die hij wist aan te boren of zorgen bij de mensen die hij wist aan te boren. Margje is verbaasd over deze opmerking. Ik weet niet of ontzicht nou blij zou zijn om vergeleken te worden met Trump. Marieke trekt haar woorden echter niet terug, nee, dat weet ik ook niet, maar het is natuurlijk wel ook zo'n einzelgänger. Ze heeft bovendien haar twijfels bij de NSC-kandidatenlijst. Ik vraag me vooral af: waar zijn al deze mensen nou op afgekomen, als er helemaal geen programma ligt? Telegraafcolumniste Nausicaa Marbe vindt het ongelooflijk dat dit zonder tegenspraak gezegd kan worden in Op opeen. Ze klaagt op X Marieke de Vries vergelijkt bij op één ontzicht met Trump, ook iemand met eigen ideeën en eigen angsten die hij wist aan te boren bij de mensen. Ze vervolgt, wartaal, maar niemand aan tafel vraagt deze zwans Marieke waarom ze kwalijke kolder verkoopt. Was je weggedommeld, Thijs van den Brink? Econoom Jo Wanningen geeft antwoord: Hij was weggedommeld omdat hij het zwaar eens was met Zwans Marieke. wel nee, maar discussie, verdieping, uitleg, feiten achter de soundbites bevragen zijn kennelijk niet de bedoeling. Het is volgens haar een belachelijke vergelijking, die meteen kritiek had verdiend. Je laat een NOS-correspondent aan je tafel niet zulke onzin verkopen zonder weerwoord.